Hoe zorg je voor een positieve sfeer? Hoe spreek je elkaar aan? Want ze durft elkaar gewoon niet aan te spreken. Ik word helemaal gek van het achtergrondgeluid. Ze zijn aan het overleggen met hun maatje. Ze gaan plannen, want wij hebben elke week nu een maatje van de week. Binnenkort. Oh, riep. Binnenkort op haar bedtijd. Soms denk ik, hoe dan? Ik heb deze al besproken. Ja. Me loving this so much. Want, kijk. Handig. Een hele goede morgen. Het is vandaag maandag 13 september. En met een beetje moet een beetje inkomen. Maar koffie to go. Van espresso. Vandaag gaan we voornamelijk aan de slag met je eigen leerdoel. Ik laat het even zien. Ze hebben namelijk spelling blok 1 nu bijna afgehandeld. En in plaats van de herhaling achteraf te doen, doe ik hem vooraf. En dan heb ik hier werkbladen zelf uitgekozen van het blok. Waarmee ze dan de onderdelen. Dus we hebben het au-au, we hebben de ch, we hebben de woorden met tijd en woorden met heid. En dan mogen ze 2 doelen, korte klank, lange klank en volte deelwoord. Mogen ze 2 doelen uitkiezen en dan eindigen we met een Kahoot quiz. Om te kijken of ze dus goed aan hun leerdoelen hebben gewerkt. Dan hebben we kanjertraining. Daar wil ik het hebben over het nieuwe klassendoel. Want vrijdag zijn we aan de slag gegaan hoe vinden we het in de pauzes? Wie vindt zijn pauze leuk? Want ik merk dat er wat onderling gedoe is bij een spel. En dat gaat dan om of vals spelen of niet. En het gaat erom dat je het leuk hebt met elkaar. En hoe zorg je daarvoor? En ook in je groepje, hoe zorg je voor een positieve sfeer? Hoe spreek je elkaar aan? Want ze durft elkaar gewoon niet aan te spreken. Ik word helemaal gek van het achtergrondgeluid. Hoi, wil jij mijn deur gelijk dicht doen? Ja. Dankjewel. Beter. hoe spreken jullie elkaar nou vriendelijk aan? Op wat voor manier doe je dat? En ook hoeveel kansen geef je iemand? Hè? Is het 1 keer lief vragen, 2 keer lief vragen, 3 keer lief vragen? Wat is de grens? En wat doe je dan? En wat als diegene echt niet luistert? Wat is de impact van hoe iemand anders reageert? Ja, dus daar gaan we op voortbeduren en eventjes kijken. Wat willen de kinderen nog weten? Wat is onduidelijk voor de regels? Ik wil de gangregels ook hebben. Wat voor afspraken we maken op de gang? Want ja, er willen meerdere kinderen op de gang. Doen we dan een ganglijst? Maar ik laat dat even uit de kinderen komen, denk ik. Dus ik neem jullie gewoon weer mee. Ze zijn aan het overleggen met hun maatje. Ze gaan plannen, want wij hebben elke week nu een maatje van de week. Hoort ook bij Dalton, met verschillende kinderen kunnen samenwerken. En dan gaan ze dus samen plannen wanneer ze hun taakje gaan doen. En deze week is dat elkaar overhoren voor topografie. Ik trek even een stokje en ik ben benieuwd welke dag jullie hebben gepland. Ga ik nu stokjes trekken voor jullie doel? Je persoonlijke doel wil ik weten. Nou, ik wil het persoonlijke doel weten van Jasmin. Wat is jouw doel deze week? Mijn doel is om wel minder afgeleid te houden tijdens
En hoe ga je het doel behalen? Oh. Kijk, als ik mijn doel heb, ik hou mijn bureau netjes, dan ga ik dus nadenken, hoe ga ik dit jaar uiteindelijk mijn doel behalen? Want dit is al jaren mijn doel. En elke keer moet ik nieuwe dingen gaan bedenken. Om het doel wel te kunnen behalen. Want kennelijk lukt het dus niet altijd. Dus dan ga ik nadenken, oké, als ik er nou voor zorg dat ik begin met een leeg bureau en eindig met een leeg bureau, dat vind ik al heel wat. Nou, daarmee moet ik starten. En hoe ga ik dat doen? Door in de ochtend daar echt de tijd voor te nemen. En eigenlijk, als ik het aan het eind van de dag netjes is, dan hoef ik eigenlijk de volgende ochtend is het nog steeds netjes. Dus daar begin ik dan mee. En dan vraag ik aan het groepje hier om mij eens ons erop te wijzen. Zodat ze mij helpen. Nou, hoe ga jij dat doen? Daar moet je over nadenken. Ja? Eva. Ik heb afgehuizen en mijn werk af. En wat was vorige week jouw doel? Sowieso wel handig om op je tafel te houden. Hetzelfde. Ah, dus als je het toen niet hebt behaald, hoe ga je dan zorgen dat je het nu wel behaalt? Want kennelijk heb je het niet behaald, want anders zou je niet hetzelfde doel hebben. Ja, maar hoe krijg je daar nou ritme in? Enig idee, jongens. Hoe krijg je nou ritme in het afkruisen van je taken? Hoe zorg je er nou voor dat het automatisme wordt? Nou, dat heb ik ook met mijn kamer, want mijn kamer is altijd nodig. Maar dan heb ik bijvoorbeeld gewoon, of met je laadje opruimen, gewoon een bepaalde dag. Dat is wel anders met het werk dan, maar op een bepaalde dag heb ik dan echt gewoon goed mijn beste voor. Oké, een bepaalde dag. Jij zou kunnen zeggen een bepaalde tijd. Wie weet een handig tijdstip voor Eva om je taken af te kruisen? Oké, nadat je werk af hebt. Maar stel nou, dat zit er dus nog kennelijk niet in. Liam? Oh, nee. Oké, Esmee? Net voor het eten of als de timer gaat dat je denkt, oh, dan ga ik mijn taken bekijken. Mooie, ga daar aan mee aan de slag. Deze? Ja? Oh, daar. Ik had al een idee. Ik ga namelijk dingen opschrijven zoals je trekt het aan als je gaat slapen. En dan moet jij het woord en dan moet je pyjama knutselen. Leuk, hè? Binnenkort. Oh, riep. Binnenkort op haar website. Ik vaar over de oceaan. Schrijf op oceaan. 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 En probeer nu te onderstrepen welke regels hierbij passen. Dus dan moet je de letter onderstrepen. Dus als ik een woord zoals citroen heb, dan zou ik de C onderstrepen, omdat dat een C schrijft, maar het klinkt als een S. Kan je ook twee keer onderstrepen? Je kan zelfs meerdere keren onderstrepen. Als ik het heb over activiteit, dan onderstreep ik de C. Dan onderstreep ik het woordje T, V en tijd. Dus dat zijn al vier regels in één woord. Maar dan kan je toch niet het hele woord? Wat bedoel je? Het hele woord. Je kan ook het hele woord onderstrepen. Nee. Het zijn de regels. Het zijn de regels. Onderstreep de regels, want dan weet je. Snap je nou waarom ik zeg dat je het moet onderstrepen? Kilgo! Kilian en Thiago. Kulaila. Ik is gewoon Kilgo. Ze mocht een combinatie maken van hun maatje. Zit iedereen erin? Ja, oké, dan gaan we beginnen. Goed kijken, de eerste vraag. 3, 2, 1. Oké. Mollen of molenregel? Envelop. Maak hem langer. Is het mollen of molenregel? Luister, je moet wel jezelf nu laten zien als in, kunnen we dit vaker, dit is voor mij ook een inschatting, kan ik dit dus vaker doen of worden ze hier te druk van? Leg uit, Koen, waarom is het mollen?
denk ik, hoe dan? Ik heb deze al besproken. Waterpeil was met een korte ei. Want een pijl van pijl in boog en vuurpijl was met lange ei. Oi, oi, oi. En dan weet je, goed meedoen met de les. Is het ei of ei? Eigentijds. De persoonsvorm. Elise. De persoon heeft. Heeft. Keurig. Wat is het gezegde, Kilian? Heeft gekocht. Heeft gekocht. Keurig. Vorige keer level up gedaan. Ik zie nu wel verschil. Kilian, ik denk dat jij toen gewoon even een valse start had. Dat je prima aan kan. Ik ga je denk ik ergens anders in levelen. Sarah en Fina die gaan samen. Nikki en Jasmin gaan samen. En werkt. Je hebt nu een werkblad gekregen. Je gaat straks een plekje uitzoeken met je maatje. Want dat dacht ik veilig vrij. Alleen Koen zei dat het veilig een bepaling is. Dat is dan. Ja. Klopt, dat is een bepaling. Dus dat kan het niet. Nee. Dus als je het geen weer geeft. Heel goed. Ah. Ja. Oké, we hebben dus een ganglijst en we hebben een paar dingen afgesproken over geluid op de gang. Ze vinden het ook fijn dat we die stoelen optillen, want ze maken best wel hard geluid. En dan nemen we een timer mee. Je mag dus één keer per dag op de gang. En ze vonden 20 minuten. Nou, ik zeg, ik had 10 tot 15, maar 20 is ook oké. Dus die ganglijst heb ik gemaakt. Die heb ik gemaakt op Canva. Dus die heb ik. Verder de breukenkaarten. Nou, wat ze enige wat ze niet begrepen. Even kijken, was de paarse kaart. Ze snapte niet zo goed. Want daar kwamen ze ook echt terug. Juf, we snappen dit niet van het stappenplan. Dat is als je 12 negen hebt en dan is het bovenste getal groter, dan zit er een hele in. Hoe vaak past een noemer in de teller? Dat moest ik vertellen en toen was het wel van, oh, maar eigenlijk wil je dat ze het snappen. Dus die ga ik nog een klein beetje aanpassen. En de rest, dat vonden ze wel heel erg duidelijk en heel erg fijn. Sommigen hebben een voor- en achterkant. Maar me loving this. Dan denk je, hè, methode heeft dat wel, dat klopt. Bij sommigen leggen ze het wel goed uit, maar soms dan mis je even, ben je de draad kwijt. Of dan leg ik het net op een andere manier uit. En nu met een voorbeeldsom. Me loving this so much. Dus ze hebben ook verder level up zijn ze aan de gang gegaan. Ik heb ze dit keer op niveau ingedeeld. Dus ik heb gekeken naar waar ze zeg maar in welk level ze uitstroomden van level up. En daar heb ik maatjes aan gemaakt. Dus die heb ik bij dezelfde level. Zodat ze samen goed hardop kunnen oefenen. En morgen hebben we dus de toets, dus ik ben benieuwd in hoeverre dus het zinsontleden nu in hun hoofd zit. Dus dat ga ik nu voorbereiden. De lessen voor morgen ga ik voorbereiden. En ja, en ik ga dat spel met die houten lettertjes ga ik afmaken. En dan kan ik het even met jullie delen. Zo, computerrooster af. En ik had dus een geniaal idee om deze gangkaartjes met de ganglijst goed te organiseren. Nou ben ik mijn spijkertje kwijt. Oh nee. Want ik heb de ganglijst nu hier. Want dat is handig, want dan ga je naar de gang. Computerrooster hangt hier. En dan ga ik hier boven de gangkaartjes zetten. Want, kijk. Handig. Een pen. Hier moet nog een pen bij. Met een lintje of met plakgum. Ik denk met een lintje.
En dan doen we die om dat ding heen. En dan? Ja, wat is handig? Denk hier zelf, zo. Kun je dan hierbij? Ah, net te kort. Zo. Ja. Het hangt er wel lelijk in de weg. Misschien een beetje zo. Ja. Het is toch mooi organized. Dat van die lettertjes. Ja, ik denk niet dat ik het nu ga redden om het helemaal af te krijgen. Maar wat ik met die lettertjes ga doen. En dan heb ik het over deze. Waar is die? Deze houten lettertjes, die komt in de spellingdoos. Dus deze lettertjes, daar wil ik dan een blad van maken. En dat ze dat dan samen het woord moeten maken. Je kan het per groepje misschien wel doen, misschien wel per tweetallen. Maar dat ligt aan het aantal letters en de woorden die je ermee kan maken. Dus dat is even iets om uit te proberen. Maar ik ga dan woorden doen, bijvoorbeeld onder de spellingcategorie. Zeg maar wat ik in mijn hoofd heb. En waarschijnlijk als ik deze vlog upload, dan heb ik het wel. Is, je hebt een zinnetje. Bijvoorbeeld, je doet het 's avonds aan als je gaat slapen. Nou, dan is dat een pyjama. En dan moet ze dat maken met de lettertjes. Ja, en een soort schuifsysteem dat je het antwoord kan zien. Of het moet op de achterkant staan. Want je wilt daarna weg, dus... Bijvoorbeeld, je doet het 's nachts aan als je gaat slapen. Dat is een? Nachtlampje. Je doet het aan. Oh, pyjama. Ja, nachtlampje. Dus het idee wordt kaartjes en zin. Je gaat het maken en de achterkant check je het. Ja, want dat is leuk, want dan kan je ook tegen elkaar. Ja, ik heb een idee. Oké, ik heb mijn muziekles gevonden, maar ik weet niet meer hoe. Oh, ja. Dat is level 1. Level 2. Ritme klappen, we gaan het gewoon proberen. Oh, die bij. Ik moet dus dit gaan opslaan. Want... Oh, stop. Want ik was even vergeten hoe deze site ook weer heet. Uit je bol van muziekinschool.net. Ja, die gaan we morgen doen. Hartstikke leuk. En dan vind ik het wel gesneden voor vandaag. Morgen ga ik lekker aan de slag met... tijdens de toets met die... met die dingen... En dan vind ik het wel goed. En die breukenkaart ga ik nog heel even naar kijken. Maar ook die staat dan online. Dus dan kan je en deze vinden. En mijn breukenhulpkaarten. Ja, ik ga naar huis. Ja, 5 voor 5. Beetje laat, maar... Dit zijn alweer leuke dingen, toch? Tijd is voorbij. Ik ga naar huis. Dus bedankt voor het kijken. En tot de volgende vlog.